week vertelden jullie dat Dominique Wesy vreemd ging met het redactiemeisje en triootjes heeft met zijn vriendin Annemiek. Zeker. Heb je daar verder nog een reactie op? Nou, ik niet, maar Annemiekie liet het er niet bij zitten. Die was kwaad. Annemiek is inderdaad de vrouw van Dominique Wesy. Walgelijke man! Van die verschrikkelijke kutomroeppoont. En die was een beetje bozig over de vorige uitzending. Ze stuurde een bericht naar Dennis. Ja, hoor via via dat je dingen nu heel goed aan het afsluiten bent met ons. Super joh, je schijnt enorm te tonen hoe dankbaar je bent naar ons toe voor de tijd dat je bij ons bent geweest, hebt meegegeten en bij ons mocht logeren wanneer je maar wilde. Ik heb totaal geen behoefte om naar die fantastische show van jou en Jan Roos te kijken. Nou, je bent lekker bezig met het bevuilen van je eigen nest. En dat vind ik eigenlijk wel heel grappig en interessant en ook heel erg leuk. Want dat eigen nest, daar is Dennis als een soort koekoeksjongen uitgetrapt. Dus, wacht even. Dus je naait Dennis en je schopt hem eruit. En ze hebben mij eigenlijk ook wel genaaid. En daarna zeg je dat we er niks over mogen zeggen omdat het ons eigen nest is. Nou, kan je wat vertellen, Annemiekie? Fuck you, fuck dat nest, fuck Pound en fuck Dominique Wesy. Wat een ongelofelijke koekenbakkers zijn dat niet. Ja, dat ben ik met je eens. Wat vond jij er eigenlijk van toen Dennis eruit werd gegooid bij die verschrikkelijke mensen? Bij die ontzettende belastingpoenschrapers. Zeg er eens wat van, Celine. Ik vond het erg ordinair gedrag. Ordinair gedrag? Ja. Zo hoor je het, Annemiek, zonder lippen. Nou, in ieder geval, je zoekt het maar uit en veel plezier.